ga je wat vertellen over die ene duik waarin ik op zoek was naar een zeepaardje. Zeepaardje? In Nederland? Lijkt me echt te gek om die te zien. Wat zou je zien als je duikt in de Noordzee? Om daarachter te komen praat ik in duikverhalen met de leukste duikers van Nederland. Vandaag beleef ik het avontuur van duiker Brenda. Het water is echt heel erg groen. Terwijl ik naar beneden zag, zie ik maar weinig. Nog geen zeepaardje in ieder geval. Nou, het zal sowieso een flinke opgave worden om er een te vinden. Want die zeepaardjes, die zijn heel klein. Ik schijn met mijn lamp in het groen heen en weer. En ineens zie ik kwallen oplichten. Oh, kwallen vind ik super vet. Maar die kunnen best wel gevaarlijk zijn, toch? Ja, ze kunnen wel heel gevaarlijk zijn, maar in dit geval niet. Want deze steken helemaal niet. Sterker nog, als ik er met lamp schijn, dan geven ze allemaal kleurtjes licht. Heel gaaf. Ik herken ze als meloenkwallen en zeedruiven. Nooit gedacht dat ik geen genoeg van kwallen zou kunnen krijgen. En ook al heb ik mijn zware duikspullen aan, het lijkt wel of ik in het water zweef. Hé, wat zie ik daar tussen het wiel? Ik kijk heel goed. Het beestje is kleiner dan mijn nagel. Dit moet een slak zijn. Ik heb andere duikers vaak over naaktzeeslakjes gehoord. En ja, ik dacht altijd, lekker boeien. Maar wauw, dit is echt veel vetter dan ik ooit had verwacht. Ik ga helemaal op in mijn zeeslak als mijn buddy me op mijn schouder tikt. Hij schijnt met zijn zaklamp een kant op. Wow, wat is dat? Dat dit beest in Nederland leeft. Het lijkt wel een soort van hovercraft die door het water glijdt. Dit moet wel een zeekat zijn. Een zeekat is een soort van inktvis. En check, daar is er nog een. Misschien hebben ze wel verkering. Het zeepaardje vinden blijkt moeilijker dan ik dacht. Omdat hij zo klein is, zal ik hem alleen maar kunnen ontdekken als ik er met mijn lamp op schijn. Omdat iets vinden onder water zo lastig is, daag ik Nienke uit. Bam! Ah, Matthijs, ja, vertel. De challenge van deze week. Je moet iets vinden wat heel erg klein is. Oké, en dat is bij jou thuis. In het zwembad achter je. Probeer dan maar gewoon iets te vinden wat heel klein is. En ook nog eens in het donker. En je hebt 2 minuten. Bam! Oké, check wat je doet. Oké, Nien, ik ben klaar. Daar ga je. Oké, mission, klein dingetje vinden. Ready. 3, 2, 1, go! Oh, ze gaat helemaal de verkeerde kant op. Warmer. Nee! Langs de luid! En stop de tijd! Nienke heeft het niet gehaald. Het is 1-0 voor Matthijs. Oh ja, op zoek naar het zeepaardje. Wat ik zo tof vind aan zeepaardjes, is dat niet de vrouwtjes zwanger worden, maar de mannetjes. Hey, daar beweegt iets. Wat is dat dan? Wauw! 2 gigantische scharen komen er op me af. Dat is geen zeepaardje, maar een kreeft. Wat een te gek beest. En dan in één keer zie ik dat mijn buddy gebaard dat we naar boven. Ah, balen. De duik zit erop. Dus je hebt geen zeepaardjes gezien? Nee, maar ik heb wel een heleboel andere mooie dieren onder water gezien. Ik weet zeker dat er hier zeepaardjes zitten, maar ja, vind ze maar eens.
Nog een duikverhaal beleven? Klik voor nog een video.